Weet jij nog wanneer wij voor het eerst samen waren? Nou, dat is zo lang geleden. Dat was toen met zwart-wit TV, bedoel je, toch? Nee, maar dat was op het strand in Scheveningen of bij Noordwijk. Nee, dat was in Noordwijk, Hotel Huisterduin. Precies. Ja, toen liepen we... Dan moest hij zo'n wandeling doen en dan schakelden we weer terug naar Kees Jansma. Ja, uiteindelijk weer naar Kees. En binnen zaten Kieft en Van Hanegem. Ja. En die zaten dat op het tv-scherm te volgen. En toen vroeg jij aan mij of ik mezelf een goede voetballer vond. Ja. En toen zat ik hun daar zitten. Ja, dat zei hij, ja. Ik werd in een dozijn, zei ik. Kees wil niet meer, las ik net in het AD. Nee. Kees zegt, het is mooi geweest. Nou, maar Kees is natuurlijk heel blij met zijn hobby's die hij heeft. Hij vindt dat Curaçao met Dikkie Advocaat leuk. Dikkie was trouwens gisteren jarig, hè? Nee, vandaag begreep ik. Kijk. Ja, ja. Kijk, dit vindt Kees leuk. Ja, maar is toch leuk? Maar is hij nou gisteren of vandaag jarig? Volgens mij gisteren. Maar vandaag, toch? Vandaag. Hoe oud? Zeven vandaag. Ja, zeven, hier. Zeven. Je broer weet het beter dan jij. Dat is ook niet best iets. Nee, dat is wel zo. Maar dan moeten we even Dikkie van harte feliciteerd, jongens. Ja, lekker man, Dikkie. Ja. Maar dat vindt Kees leuk, hè, om daarbij te zijn met Dikkie en dansen en zo. En FC Utrecht vind ik ook leuk, hè? Kijk, hij is eigenlijk ADO-supporter, maar daar zat hij 3 jaar in de raad van bestuur. En toen bleek hij er helemaal niet in gezeten te hebben. Ja. Dat was een beetje raar. Maar die man is dag en nacht met het Utrecht bezig. Ja. En dat is zijn lust en zijn leven. Maar wat ik ook wel eerlijk van hem vond, eindelijk zegt hij dat nu ook een keer. Hij zegt, op het tv ben ik genuanceerd, maar daarbuiten ben ik echt een andere man. Ja, maar dat zo, klopt. Zo kennen wij Kees toch heel anders. Die is... Wij lachen ons de pleuris van Kees totdat het rode lampje op die camera gaat branden. Ja. We gaan geen anekdotes aanhalen. Nee, dat is niet leuk. Ik zou er ook niet één weten. Nee. Ik denk wel 20, of niet? Ja.